21 augustus 1942 was dit de toegang tot het achterhuis. Gewoon een deur. Die hoge afstap, die bleef er zijn. Vanaf die datum kwamen de heren beneden, dat was meneer Koegler, de vader van Ellie, op het lumieuze idee om er iets voor te zetten. En wat was er niet beter geschikt van dan een boekenkast ervoor te zetten. En die deur op deze manier te camoufleren. De ramen hier, die waren beplakt met een soort motiefje van een gordijnpapier. Zodat je niet naar buiten kon kijken. En aan de voorzijde waren de ramen blauw beschilderd. Dus daar kon je ook niet naar buiten kijken.